Ho, ho, vrienden, zien jullie dat? Ja, dat is een pan met paella. Ha, ja, die ga ik zo lekker opeten. Maar, hey, laat die paella even die paella. Hebben jullie dat gehoord en gelezen over die Sigrid Kaag? Nou zeg, dat het is toch werkelijk dat het voor stoom komt. Dan begin je toch te fluitketelen gewoon. Van pure woede. Omdat zo'n mevrouw, die zit dan te Instagrammen over haar grote problemen in de jeugd. Ha! Hé, en wat vonden jullie daar nog van? Ja, haar probleem in de jeugd was dat zij studeerde in Cairo en moest kiezen uit 3 universiteiten. Dat was haar grote probleem in de jeugd. Moest zij naar Exeter, moest ze naar Cambridge of moest ze naar Oxford? Dat was de vraag. En daar had zij dan mee te maken. Nou, als je dat toch leest, denk je toch bij jezelf. Hé, hey, hallo, hoeveel touch ben jij, mevrouw Kaag? En dat is dan, jongens, de lijsttrekker van D66. Die mevrouw, die had dat probleem. En die is dan elk gevoel met de werkelijkheid kwijt. Die weet helemaal niet hoe het leven in elkaar steekt. Hoe mensen moeten knokken en vechten en problemen hebben om, zeg maar, een leventje bij elkaar te schrapen en noem maar op. Nee, wij hebben als geweldig probleem, luxe probleem, dat heeft mevrouw Kaag dan. En dat, nou ja, werkelijk, zoem kotsen, mevrouw Kaag. En hoe durf je, waar mensen in Nederland allemaal mee te maken hebben en de problemen waar mensen doorheen gaan. En jij durft dan met dit soort gelul over je jeugd te komen. Hé, hey, luister even goed. Alles goed en wel. Je mag van mij stemmen wat je wil. Je stemt maar raak en op de Partij voor de Dieren en weet ik veel op wie je allemaal gaat stemmen. Zelfs op Baudet. En je mag stemmen ook op D66. Je gaat je gang maar als je je daar prettig bij voelt doen. Maar 1 ding spreken we met elkaar af. En dat is volkomen duidelijk. Wij, ik en jullie, we stemmen niet op die Kaag.